Robert Simons is fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Dat is de grootste partij in de Rotterdamse gemeenteraad. Meneer Simons, goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp dat u gisteravond net onderweg was na die bijeenkomst, toen u hoorde dat het niet meer doorging. Nee, inderdaad. Ik zat net in de auto en ik werd gebeld. En ik dacht eerst dat er een grapje werd gemaakt. Maar er werd gezegd van nou, de bijeenkomst gaat niet door. Vanwege bedreigingen of intimidatie. Ja. En daar hoorden we al meer over, hè, de afgelopen dagen. De directeur van Feyenoord, maar ook de architect werden bedreigd. Wat vindt u ervan? Ja, dat is natuurlijk totaal onaanvaardbaar. Daar nemen wij ook stelling tegen. Want dat is niet op geen enkele manier te accepteren. Maar dat was in ieder geval voor ons wel het enige incident wat bij ons bekend is. Ja, want u hebt dit dossier onder u, zeg maar, hè, voor Leefbaar Rotterdam. Dus u kent alle ins en outs, spreekt ook wel met veel mensen, neem ik aan dan. Hè? Herkent u die bedreigingen en die intimidatie? Nou, ik heb het afgelopen jaar heb ik met zowel voor- als tegenstanders van hoog tot laag, van links tot rechts gesproken. Ik heb persoonlijk afgelopen jaar nooit bedreiging of intimidatie ervaren. Ook andere mensen van de fractie van Leefbaar Rotterdam of de ondersteuning ook niet. Dus in dat opzicht herken ik het niet. Maar wie zijn dat dan die dat doen? Dat gaan we vandaag hopelijk horen van de burgemeester. Er is een korte vergadering ingelast. En dan gaat hij uitleg geven over de ins en outs. Van waarom deze vergaderingen zijn afgelast. Want dat is nogal wat. Want eigenlijk leg je de democratie plat in Rotterdam. Ja, want ik bedoel, je kan het ergens niet mee eens zijn. Maar daar zijn juist die inspraakavonden toch ook voor, lijkt me. Nee, dat klopt. Zowel voor de inspraakavonden als het overleg met de directie van Feyenoord had ik me in ieder geval op verheugd. Want wij hebben toch nog een aantal vragen, met name over de financiering van het hele project. Dus ik vind het ook vanuit dat oogpunt bijzonder jammer dat het nu is afgelast. Ik ga er wel vanuit dat het alsnog wordt georganiseerd op een ander moment. Want het kan toch niet zo zijn dat we door dreiging en intimidatie gewoon maar weglopen of iets niet meer doen. Dat lijkt mij helemaal onaanvaardbaar. Nee, want dan krijgen die mensen die dat doen, die krijgen nog een zin ook. Dat is niet de bedoeling, zegt u dus. Dat dossier Feyenoord City, dat houdt de gemoeder flink bezig. En dat lijkt me een understatement intussen. Wat zou u concreet willen zien nu? Nou ja, kijk, als het over de inhoud gaat, over het dossier Feyenoord City. Wij moeten nog informatie hebben over de ontbrekende informatie. Dat gaat met name over de financiering, bouwkosten en business case. We zijn nu 4 jaar bezig met dit dossier. Of de directie van Feyenoord heeft 4 jaar de tijd gehad om de financiering rond te krijgen. Die is nog steeds niet rond. Dat is wel een van de voorwaarden waar de raad stelt om akkoord te gaan om geld te investeren in het nieuwe stadion. Ja. Dus het zijn wel cruciale momenten en cruciale informatie waar we nog op wachten. Ja, veel vragen dus nog. Maar ja, dan moeten de mensen die daarover gaan ook de kans krijgen om die antwoorden te geven. Ja, ik ga er gewoon echt van uit dat binnenkort opnieuw wordt georganiseerd. Want nogmaals, het kan niet zo zijn dat we door bedreiging en intimidatie een stap opzij zetten of het hoofd buigen of dingen niet door laten gaan. Dat lijkt mij onbestaanbaar. Dank voor uw reactie. Robert Simons is dat, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad van Rotterdam, de grootste partij. NPO. Radio.